Het WK driebanden is woensdag in Sluiskeel officieel van start gegaan met een afstoot van Delta-directeur Peter Boerma. Watch it, watch it, watch it! We zijn er klaar voor. Gisteravond de officiële opening, vanmorgen de opening en nu kunnen de wedstrijden beginnen. Wij verwachten dagelijks ongeveer 800 bezoekers, 200 gasten van sponsors en 600 bezoekers en alle kaarten zijn verkocht. Voorafgaand aan de wedstrijden worden de 48 deelnemers aan het publiek voorgesteld. Zij zijn afkomstig van over de hele wereld. De biljartliefhebbers hebben onder andere de regerend wereldkampioen en de Nederlandse topper Dick Jaspers voorbij zien komen. Wij hebben als organisatie hier in Sluiskeel al 5 jaar achtereen een World Cup georganiseerd. Dat is een serie wedstrijden die over de hele wereld plaatsvindt met de top driebandenspelers van de wereld. En blijkbaar hebben we dat zodanig goed gedaan dat wij 2 jaar geleden de verzoek kregen om het wereldkampioenschap driebanden in 2010 hier in Sluiskeel te organiseren. En dat was Nederland toegewezen omdat de Koninklijke Nederlandse Biljartbond 100 jaar bestaat. Nou, ten opzichte van World Cups die we gehad hebben is dit veel massaler, veel meer media aandacht, anders zouden jullie er ook niet zijn. Veel meer bezoekers, ik zei het al, die 800. Dus dat betekent dat je ook voor meer slaapgelegenheid moet zorgen. Je moet voor meer parkeerterreinen zorgen. Maar vooral de accommodatie is heel anders. Ja, er zijn altijd een groot aantal favorieten. Alleen je kunt nooit van tevoren zeggen of die ook de spanning aan kunnen om uiteindelijk wereldkampioen te worden. Kijk, wij hebben natuurlijk wel onze hoop ook gevestigd op Jean-Paul de Bruin. Alleen hij heeft een hele moeilijke loting omdat hij al in de poelen tegen Dick Jaspers moet. En Dick is een van de grootste favorieten voor het wereldkampioenschap. De interessantste partij van de dag was uiteraard die tussen Dick Jaspers en Jean-Paul de Bruyne, de favoriet voor de titel en de enige Zeeuwse deelnemer. Uiteindelijk heeft Jaspers de partij gewonnen met 3-1.